Dan wil ik het hebben over de asielzoekers in de voormalige gevangenis in Zoetermeer. Op dit moment zitten daar ruim 600 asielzoekers, geloof ik. 630, ja. 630. Volgens mijn laatste informatie. En nu gekeken of er een verlenging komt, hè? Ja. Ook een verhoging van het aantal asielzoekers. Bent u in het algemeen tevreden eigenlijk over hoe dat gaat daar? Nou, ik moet zeggen, ja, dat is wel, tot nu toe wel. We hebben ook een evaluatie dat te doen. Ja, ik ben natuurlijk verantwoordelijk voor veiligheid en alles. Ja, als, tot nu toe, even af, maar ja, gaat dat eigenlijk goed? We hebben heel weinig meldingen daarover. Volgens mij zijn we nu bijna 2 jaar al verder. Wat ons betreft is het heel simpel. Er ligt een spijningswet en daar moeten we gewoon aan voldoen. Ja, en er is ook gewoon een taakstelling natuurlijk die wij hebben. Ja, daar komt weer een bepaald aantal uit naar voren. Ja. Dat is in ons uit Mano 703. Dat is dus iets meer dan wat er nu in de PI zit, maar dat zou dus nog in de PI kunnen. Nou, dat is iets wat we dus met de Raad ook moeten bespreken. En uiteindelijk, want het is een hele... Dan gaan wij een bod doen en dat wordt daar bij de provincie ingebracht, bij de commissaris. Die gaat er dan vervolgens mee naar... En dan is dat het bod van Zuid-Holland, want dat gaat zelfs per provincie. En elke gemeente moet daar haar bijdrage leveren. Dus elke gemeente is ook verplicht om dat te gaan doen. En in die end, stel dat de gemeente niet zou willen, hè, dan zou, in dit geval de minister, kunnen zeggen... Nou, ik grijp in en ik vind dat u daar een opvang moet realiseren, want u moet ook aan uw taakstelling voldoen. Dat zou een ultieme consequentie kunnen zijn. Ja. En maar hoe zit het eigenlijk met de doorstroming? Want je hebt dan nu straks ruim 700 asielzoekers. Ja. Stromen die dan ook weer door naar woningen in de stad, sociale huurwoningen? Dat is de bedoeling. Hè? Dus niet alle mensen die daarin zitten krijgen een woning in Zoetermeer. Want dat kan niet. Dat is onmogelijk. Dat is ook vaak de regio. Soms wat verder weg, maar meestal wel de regio. Men houdt daar wel rekening mee. Dus als mensen in een procedure zitten. Stel bijvoorbeeld dat je hier komt. Ja, dan is het niet logisch om in Groningen een woning te krijgen. Dan zit je wel heel ver uit de buurt. Dus er wordt wel naar gekeken. Maar ja, die moeten wel doorstromen. Maar daar zit natuurlijk ook het grote probleem. Want waarom is het probleem zo groot? Is omdat die doorstroming niet plaatsvindt. Ja. Dus omdat we hadden het net over woningen. Ja, dan weer te weinig woningen zijn. Dus het houdt elkaar allemaal wel een beetje tegen, zeg maar. Ja, want er is al een motie aangenomen in de gemeenteraad, zag ik. Waarin wordt gesteld dat asielzoekers of statushouders geen voorrang moeten krijgen bij sociale huurwoningen. Ja. Maar dat wordt niet uitgevoerd. Op het moment dat je ze niet die voorrang geeft. En ze hebben dan wel, ze moeten wel doorstromen. Ja, dan zit je natuurlijk in een klem. Dus ja, is het een lastige discussie. Het is wel een hele lastige discussie. Want uiteindelijk, die mensen die in die opvang zitten en een status krijgen, want daar gaat het om. Die moeten ergens een woning krijgen. Want je kunt ze moeilijk heel dat in die opvang laten zitten. Dus de discussie is een lastige discussie. Ja, discussie natuurlijk. Er zijn ook ouders met jonge kinderen of jongen die inmiddels 25 zijn. Die willen ook een woning. Ja. Dan is het natuurlijk wel de discussie waarom krijgen statushouders voorrang. Dat is natuurlijk een niet zo hele gekke discussie natuurlijk. Is ook gek. En dat die politiek gevoerd wordt, snap ik. Maar dan vind ik dat de politiek ook over moet gaan. Tegelijkertijd, en daar hebben we het net over, veel belangrijk is dat we gewoon voldoende woningen hebben. Dan hebben we die discussie niet. Hè? Dus de achterkant regelen is beter dan deze discussie in de voorkant. Want die gaan we natuurlijk altijd, het wordt altijd een ingewikkelde discussie. En dat maakt het ook, maakt het ook lastig. Dat die politiek gevoerd wordt, ja, dat is logisch, want daar wordt verschillend over gedacht. Maar zou u een voorstander zijn? Nee, ik heb daar geen mening over. Want ik vind dat echt aan de politiek. Ik vind dat als burgemeester moet je je daar niet mee gaan bemoeien. Wat ik belangrijk vind is dat iedereen die de mogelijkheid krijgt om een plek... die moet ook die mogelijkheid krijgen als iemand de status heeft. Ja, dan zul je toch uiteindelijk zal diegene een woning moeten krijgen. Of dat in Zoetermeer of ergens anders. Ja, daar ontkom je niet aan volgens mij. Tot zover Zoetermeer is het gesprek. Bedankt voor het kijken. ZFM Zoetermeer.